Mijn broer die kwam met het idee, laten we eens in het West-Fries gaan zingen. En ik vond het meteen een slecht idee. Ik hoorde lessen van een vent, die was aan vrije tijd niet wend. Hij ging te werk, alle dagen, zonder spriet. Had hij de griep of een zeer pot en zei die ziek is nacht niet dood. Hij ging te werk, alle dagen, zonder spriet. Dat lijkt me nou echt helemaal niks, want ik associeerde die West-Friese taal met plat. Wat ik ervan kende, dat waren kermisachtige toestanden en een beetje platte stukjes, een beetje met weinig inhoud, zeg maar. En toen zijn we er nog eens over gaan praten en toen heb ik gewoon eens een keer geprobeerd een liedje te vertalen in een soort van West-Fries. En toen bleek eigenlijk dat dat helemaal niet hoeft. Mijn broer die houdt van die taal en ik ook. Wij hebben allebei in onze jeugd op het land gewerkt bij een klein tuindertje. Jaap Koedijk heette die. En die had veel West-Friese uitdrukkingen. En mijn moeder had dat ook al thuis af en toe. Weet je wel, gooiden ze dat er tussendoor. En dat gaf een lekker gevoel. Dat is een soort eigen taal. En mijn broer die zei ook tegen me... Ja, dit is gewoon een extra manier om je uit te drukken. En daar had hij gelijk in. Dus toen we hadden geprobeerd iets te vertalen en we gingen dat zingen, bleek dat ook zo te werken. Vooral bij mensen die die taal vanuit hun jeugd of zo nog kennen. Ja, dat is een soort thuiskomen voor mensen soms. Dus dat is een heel mooi gevoel. Dus ja, dankzij mijn broer zijn we op dat West-Fries gaan mikken en ik vind dat het beter lukt dan ik me ooit had kunnen voorstellen. Zijn jongste zoon die liep op school, zelf zat hij in de boerenkool. Hij ging te werk alle dagen, zonder spriet. Hij prakkezeerde dagenlang, maar kon ook lekker aan de gang. Hij ging te werk alle dagen, zonder spriet. Hij ging de zon dus niet te werk, maar ja, dan moest hij weer te kerk. Hij ging te werk, alle dagen, zon dus niet. Hij was puur druk, maar op haar blijk, voor naar de wijk had hij geen kar. Hij ging te werk, alle dagen, zon dus niet. Ja, nou ja, dat idee had ik dat omdat de taal op zichzelf al zangerig is, dat het zich heel goed zou lenen om ook daadwerkelijk gezongen te gaan worden. Het is zo'n korte, bondige taal. Met vier woorden heb je vijf zinnen gezegd bijna. Dat vind ik wel heel leuk. Ja, maar West-Friese hebben ook heel, heel, heel sterk het vermogen om te relativeren. Om te zeggen, nou joh, weet je wel. En dat vind ik juist heel fijn. Als je je zwaarmoedig voelt en een West-Fries tegenkomt, dan denk je, nou joh. De woorden doen er niet zo toe, maar de moed die eruit spreekt, zegt genoeg van, hoe belangrijk kan het wezen, weet je wel.
die relativering vind ik juist heel fijn. Dat ga je automatisch doen. Als een paar mensen in je omgeving zo praten, dan schakel je zo ongemerkt over. Dan glij je er zo in, zeg maar. Ja. Ja, en drie mannen die in voorliefde in de muziek bij elkaar brengen door middel van de West-Friese taal. En de West-Friese taal vind ik echt een briljante vondst van Theo en Wiegert om daarmee te beginnen. Omdat het blijkt nu die taal bijna even lettergrepen nodig heeft als Engels. En we vertalen natuurlijk heel graag dingen uit Amerikaans, Engels. Dat is wel heel prettige bijkomstigheid. En de puzzelstukjes vallen zo mooi samen met z'n drieën. De eerste keer dat wij het aandurfden om alles te gaan opnemen en op een cd en te gaan uitbrengen, toen heb ik hulp gevraagd aan Ina Broekhuizen Slot. Daar heb ik mijn teksten allemaal opgestuurd. Gewoon om eens te checken, is het wel goed of klopt het wel? Want het is niet echt een taal. Je kan het ook niet opzoeken. En het was heel fijn dat zij reageerde met... Zij heeft geen één keer tegen mij gezegd, dit is fout. Ze heeft wel eens opmerkingen of vragen gesteld van... Oh, zeggen jullie dat zo? Wij zeggen dat zo. En in dat dorp zeggen ze het weer zo. Dus dat was heel geruststellend voor mij. En daarna heb ik het ook nooit meer gedaan. Dacht ik van nou, hè, als het niet klopt, voor ons voegt het en dat is het belangrijkste. Mijn broer Kok is inmiddels overleden van de Shavers. Die belde mij op. Want ik heb een goede naam voor jullie, Scottwall. Ik zeg, dat klinkt goed, maar ik heb geen idee wat dat betekent. Hij zei, volgens mij is dat een gerecht van aardappelen, bonen en vet. Een West-Fries recept. Oké, dat klinkt goed. En dat werd een naam. Ja, soms is het het verhaaltje. Kunter is vaak een Er wordt vaak een verhaaltje verteld in een liedje. En als je denkt dat je dat liedje ook in het... Want ja, sommige liedjes die gaan over onderwerpen die zich niet laten dupliceren op het Nederlands of op het West-Fries. Maar als de onderwerpen universeel zijn en dan kom je gauw terecht in de liefde en in het gevoelsleven en zo, dan is het gegeven vaak universeel. Dus dan kan het ook heel makkelijk in het West-Fries worden vertaald. Nashville, dat is de wereldhoofdstad van de countrymuziek. En daar kom je dan en als West-Friese jongens. Overal is muziek. Dag en nacht in alle cafés en kroegen en zaaltjes en tentjes. En uit het straatmeubilair komt ook countrymuziek. En het is overweldigend. En ontzettend goede muzikanten allemaal. Het was voor ons wel een beetje een... humbling experience, zou ik maar zeggen. Iedereen, ja, je wordt er nederig van. Iedereen is zo goed.
Maar het was ook weer leuk, want wij kwamen daar gewoon met onze West-Friese uitvoeringen van Amerikaanse countrymuziek. En de mensen vonden dat leuk. Die waren enthousiast. En ja, achteraf kan ik dat eigenlijk wel begrijpen ook. Ik denk, ja, we hebben gewoon hun muziek geleend en daar iets mee gedaan. En het weer teruggebracht in onze eigen vorm. Ja, het werd hartstikke goed ontvangen. Ja, het was een geweldige trip. Ja. Zandwagens veegden een soort van de kaart. Een weg voor een slot en een dam voor een brug. Weer is nou die welvaart als niemand meer vaart. Het was de vooruitgang, er is geen weg terug. Vader, ik wil weer een rondje gaan vaart. Zeumerslot of en den over de veert. Het is jammer, joh. Dat je dat nou pas kon vragen. De boel is verkaveld, nou ken het geen meer. Vader, ik wil weer een rondje gaan varen. De zeumerslot of en over de veert. Het is jammer, jong, dat je dat nou pas kon vragen. De boel is verkaveld, nou ken het geen meer. Ja, inspireert zeker, maar we zijn er ook wel heel erg nederig van geworden. Want het level waarop daar gemusiceerd wordt, dat is echt vele malen virtuozer dan wat wij als eenvoudige jongens eigenlijk kunnen. Maar daar waren we wel een bezienswaardigheid. En dat hebben we dus ook alweer gezien, dat je moet onderscheiden om iets teweeg te brengen ergens. En dat hebben we dus wel gedaan, omdat we muzikaal waren we... Different League waren we eigenlijk, een onderleague. Maar qua taalgebied, zij kijken daar enorm op naar Europa, waar de geschiedenis zich afgespeeld heeft. En daar zijn ze jaloers op. En wij hebben altijd iets van Amerika, daar gebeurt het. Maar dat is natuurlijk een wederzijds gebeuren. Aanvankelijk was het puur country. En we zijn gaandeweg zijn we gaan ontdekken dat we ook andere muzieksoorten kunnen verschotwallen. Want we hebben onszelf moeten uitvinden als het ware. Van ja, wie zijn we nou? En het is een gitaar, het is een mandoline, het is nog een gitaar. Het is een bassdrum. En waar kom je dan op uit? Wat voor liedjes? En daar dachten we aanvankelijk van dat het zich alleen leende voor... country en bluegrass-achtige dingen. Maar gaandeweg zijn we ook met een mannenkoor op pad geweest. En hebben we de gospel ook omarmd. En de blues hebben we ook ontdekt. En we hebben ook liedjes uit de jaren 70. Kijk, een liedje is een liedje. En Theo de Jong zegt altijd, als je er een cowboyhoed bij opzet, dan is het country. En dat is wel een beetje zo. Je hebt je lippen verfd, je heer zit en je jurk staat goed. Trudy, denk je dat je nodig naar de stad in moet? De maan ziet door de ramen hoe ik naar het dakhout sta. O Trudy, ga niet naar Alkmaar. Nooit zijt is tijd voor oorlog in Afghanistan. Ik had het leger wat beloofd, hier hield ik me dus aan. Ik kwam wel terug, maar liet ook heel wat achter in dat land. O, mijn hart ligt in je hand. Wat
moet je met een vent die in zijn nest legt half lang. Ik ben een jonge mat, je wil een grote sterke man. Maar ik heb gehoord, het duurt niet lang, dan is het met mij klaar. Oh, Trudy. Ja, we zijn ambitieus. We hoeven niet volgende week meteen op Pinkpop te staan. We staan in onze carrière eigenlijk geen stapje over. En dat is heel fijn. Dat je niet meteen van hier naar daar vliegt. En dat gewoon iedere keer een klein stapje hoger gaan. En alles ook meemaken en beleven. Ja, kijk, de muziekbusiness is natuurlijk enorm veranderd. En de kunst is volgens mij om je er niet al te veel van aan te trekken, gewoon je eigen gang blijven gaan. We denken nu wel van, ja, wat is nu de volgende stap? Nog een keer zoiets? Of, en dan ga je natuurlijk wel denken aan helemaal zelf vanuit het niets iets creëren. Ja, spannend, maar wel interessant. Oh, true.